Dit is de Trendbubbles podcast, Dutch Trends and Lifestyle, episode nummer 38. Trendbubbles. Welkom bij Trendbubbles. Ik ben je gastvrouw, Desiree Kastelein. En deze podcast is gemaakt om je positieve energie te geven en je te inspireren. Wauw, de laatste aflevering van de Trendbubbles podcast Summer Breeze Happiness Series. Een hele mond vol. Vandaag gaan we het hebben over onze Defender lifestyle. We hebben een Defender gekocht begin januari. En daar zijn we mee gaan toeren. En ik wil je vertellen hoe het staat met dit project. Wat we hebben geleerd van onze eerste reis. En wat we anders gaan doen in de toekomst. Blijf je luisteren? Ik hoop het van harte. We gaan van start. We hadden onze Defender aangeschaft. En dat is een Land Rover auto. Voorin zitten twee stoelen. Achterin is die helemaal leeg. De afgelopen reis die we gemaakt hebben, onze eerste reis die we gemaakt hebben, die ging naar Frankrijk. En we hadden bedacht van, nou, laten we het maar simpel aanpakken. Eerst eens kijken of het allemaal bevalt. We hadden bij de IKEA een aantal kratjes gekocht en die zijn we gaan stapelen in de auto. Natuurlijk hebben ze goed vastgemaakt en het waren doorzichtige plastic kratjes. We hadden het idee van, nou, dan kunnen we zien wat er in de kratjes zit. En dan hebben we zo snel onze spulletjes te pakken als we die onderweg nodig hebben. We hebben veel te veel meegenomen. En dat daar hebben we echt van geleerd. We hebben gezegd, we gaan minder meenemen. Echt uitselecteren wat we mee willen nemen. En onderweg kunnen we genoeg wassen. Kleding is niet nodig om daar heel veel van mee te nemen. Alleen het hoogst noodzakelijke. En we hadden ook wel bedacht van, nou, als we een vast systeem in de auto hebben waar we onze spulletjes in kunnen hebben, dan is dat toch echt wel veel handiger. Nou, ik ben gaan pitten en speuren op het internet. Ik ben echt een Sherlock Holmes geweest en ik ben uiteindelijk terechtgekomen bij een bedrijf in Oostenrijk. Hesh heette ze. En die verkopen van allerlei interieurs voor Defenders. Ik vond het best wel eng. We hebben op het web een bestelling geplaatst naar wat heen en weer gemaild te hebben. Voor een interieur van de Defender. Aan één kant komen er hoge kastjes. Aan de andere kant een bankje waar je kunt zitten. We hebben ook nog een tafeltje waar we aan kunnen eten als het slecht weer is buiten. En we hebben plaats voor Anton en Max om die mee te nemen, onze hondjes. Want dat was ook een voorwaarde dat we die toch mee konden nemen. En Anton moet nog in een bench zitten, want anders dan zijn we er niet zeker van dat het interieur nog helemaal heel is als we ergens aankomen. Of we hebben hem eventjes alleen in de auto gelaten. Natuurlijk de raampjes open, natuurlijk. Hij moet wel in de auto kunnen verblijven, ook 's nachts om te slapen. Nou, dat is allemaal gelukt. Het interieur is met een expeditiebedrijf naar Nederland geshipped. Dat is keurig netjes op onze stoep afgeleverd. En we zijn een dagje aan het klussen geweest om dat interieur erin te zetten. En dat zit er nu in. Ik ben nu de eerste spulletjes in de Defender aan het opbergen. En het voelt echt aan als een halve camper. Maar het leuke ervan is dat we deze auto gewoon nog kunnen gebruiken als personenauto. Dus ik doe daar dus ook gewoon mijn dagelijkse boodschappen mee. Ik ga dan mee naar de Jumbo en naar de Albert Heijn. En zo dadelijk moet ik er zelfs nog eventjes mee naar de bakker om even brood te halen voor de lunch. En dat is het leuke van de Defender, dat we hem kunnen gebruiken voor onze vrije tijd, om daar reizen mee te maken, om hem als camper te gebruiken. Ja, we kunnen hem dus ook voor het dagelijks leven gebruiken. En bovenop de Defender hebben we een daktent zitten, daar heb ik al eerder over gesproken. Dat is een tent die je uit kunt klappen, die bovenop het dak zit, daar ga je op met een laddertje en dan kun je daar met twee personen op slapen. Het is echt geweldig. We hebben twee luifeltjes ook aan de auto laten maken, zodat we ook uit de zon kunnen zitten en uit de regen als dat zou moeten. Eén luifel zit er aan de achterkant en één zit er aan de linkerzijkant van de auto. Ja, we hebben wel geleerd dat we echt geen storm kunnen hebben aan die luifels. We hebben ook geleerd dat we
niet super veel wind kunnen hebben met die luifels die aan de auto zitten. Maar je kunt er wel, als het niet heel erg hard waait, kun je er heerlijk mee in de schaduw zitten. Als het een miezer, mottig regentje is, dan kun je er ook heel goed mee uit de regen zitten. Gaat het nou met bakken uit de hemel vallen, dan moeten we de luifels helaas wel invouwen. Want anders dan dan is het materiaal niet echt geschikt daarvoor. Dus dat hebben we er allemaal nu van geleerd. Mike is mijn man en die wil heel graag zijn fiets meenemen met de auto. En we hebben nu, gisteren net, een fietsendrager speciaal voor een Defender besteld. Dat betekent dat de fietsendrager rust op de reserveband die achter onze auto gemonteerd is. Ja, het ziet er heel tof uit. We hebben gisteren geprobeerd om hem in elkaar te zetten. En Mike kan nu zijn racefiets meenemen op onze reizen. Ja, hoe geweldig is dat? Dat is echt zijn droom die uitkomt. Want Desiree, die hier achter de microfoon zit, die kan dan mooi Mike oppikken waar hij aan het fietsen is gegaan. En hij kan dan routes gaan fietsen. En dat is toch wel een van zijn grote wensen. En ik vind het wel leuk om lekker achter hem aan te tuffen en hem dan te verwelkomen bij de locatie waar hij naartoe zou willen fietsen. Daar iets lekkers te eten te koken en dat we dan samen weer verder reizen. Ja, het klinkt allemaal geweldig, vind ik. De eerste testen met de daktent en met de auto, die zijn ons ook zo goed bevallen dat we er super veel zin in hebben om de komende tijd te gaan reizen. Wat het plan is, is dat we gewoon met mooi weer vertrekken. Als er mooi weer in Europa is en een tijdje voorspeld, dan willen we vertrekken. We twijfelen nu nog erover of we naar richting Oostenrijk, richting de bergen willen gaan, of dat we meer Frankrijk ingaan. Maar dat maakt ook eigenlijk niet uit. We kunnen gewoon op de Bonnefoy gaan. We kunnen gaan naar waar wij vinden dat het mooi weer is. En dat is nou happiness. En dat heb ik in de vorige podcast aflevering over onze Defender ook gezegd. Van op de Bonnefoy reizen geeft iets vrijs. Geeft een vrij gevoel, een happy gevoel. Geeft iets van avontuur, van uitdaging. Van echt dat blije gevoel wat ik hier in deze podcast serie ook heb willen brengen naar jullie. Dat je iets doet wat onverwachts is, zodat je nieuwe dingen meemaakt die soms misschien ook een beetje tegenvallen, maar later dan erg stoere verhalen worden. Of hele bijzondere mooie dingen meemaakt die adembenemend zijn. Ja, wij hebben heel veel zin in de reizen die we van plan zijn te gaan maken. En deze update was eigenlijk gewoon bedoeld om je kort te vertellen van hoe het nu met onze Defender-plannen staat. Dan wil ik eigenlijk besluiten deze mooie week met zoveel afleveringen van wat ik eruit heb gehaald, wat ik ervan heb overgehouden van deze podcastserie. Het was voor mij de eerste keer dat ik 7 dagen achter elkaar heb gepodcast. Ik heb van tevoren wat afleveringen opgenomen. In het begin was het mijn idee om al deze podcastafleveringen buiten op te nemen. Ik merk wel dat het heel veel moeite kost om alle apparatuur naar buiten te sjouwen. Dat het af en toe tegenzit met het weer, zoals vandaag ook weer. Het was een beetje regenachtig. En toen ik dit idee opvatte om die podcastshows buiten op te nemen, toen was het echt een periode van erg mooi weer in Nederland. En ik wil het toch nog wel gaan doen, maar gewoon op het moment dat het mooi weer is en dan buiten een podcast opnemen en niet van tevoren zeggen ik ga het doen, want dan gaat het gewoon niet lukken met het weer. En ik heb 1 proefaflevering opgenomen buiten. Dat was in de tuin. Dat beviel maar zo. Het was net op dat moment dat mijn buurman de heg begon te snoeien en dat ik de podcast opname aan het maken was en dat ik dacht van, ik ga toch maar eventjes naar binnen om het verder af te maken. Dus het is niet altijd even ideaal. Je wordt heel snel gestoord. Wat ik nog meer heb geleerd is dat 7 dagen podcast achter elkaar, dat dat best intensief is. Dat je het goed moet voorbereiden. Dat het best moeilijk is om over ieder onderwerp even intensief te praten. 7 podcast achter elkaar maken was echt nieuw voor mij. Ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Ik denk dat ik met kerst in de kerstperiode misschien weer zo'n serie ga maken. En dan over knusse dingen bijvoorbeeld. Ik zal nog wel eens bedenken wat voor een onderwerp. En als je zelf een leuk thema hebt, dan geef het me door, zou ik zeggen.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe het jou is bevallen. Of het leuk is naar zo'n serie te luisteren die over één thema gaat. Waar je lekker achter elkaar door kunt luisteren. Met name in deze zonnige periode van de zomer. Waarin je lekker op het strand kunt liggen of een wandeling kunt maken met je koptelefoon op. Ja, ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook. En ik ga nu weer over naar het ritme van een wekelijkse podcast. Ik neem in de zomerperiode wel wat meer tijd om het rustiger aan te doen op het Trendbubbles blog. Voorlopig heb ik niet zo heel veel plannen staan. Dat begint pas weer in september. Ik hoop dat je blijft luisteren naar de show. En ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor al die uren die je hebt meegeluisterd. En als je deze podcast vandaag voor het eerst luistert, wil ik je ook heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je een volgende keer weer luistert. Dank je wel. Dit was de Trendbubbles podcast. Wil je geen episode missen? Abonneer je dan. Of kijk op de website trendbubbles.nl. Trendbubbles.